En Dinant Convital, die pakt nu een anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het Busy Tolité, maar mogelijkerwijs zit hier een toch mooi Kreba succes aan te komen. Want aan de buitenzijde meldt zich daar Dylan F. Boko. En waait het veld uiteen, ook komt daar de aanval van Adelaar en binnendoor Bad Boy de Genu. Dat zijn de eerste vijf, maar de overwinning, zou je haast denken, gaat naar Dinant Convital, tenzij Adelaar nog wat gaat ondernemen. Adelaar die komt daar naar voren en gaat naar de tweede plaats, maar het gebeurt ver achter de rug van Dinant Convital. Terug in topvorm. Adelaar 2, 3 Dylan F. Boko, 4 wordt de 1 Bad Boy de Genu en 5 de lange leider Busy Tolité. Daar zijn ze, de voorlopige winnaars, de officiële winnaars, Dinant Convital en John de Leeuw. Titus Boko verkocht zich goed met Busy Tolly aan kop de hele weg en Dinant uiteindelijk als winnaar. 6 jaar deze vosruim, Titus Boko uit Lillian's Love BR. Gefokt door de heer Molhoek in het bezit van de Spangahoeven, Bas Krebas, de trainer, John de Leeuw, de winnende piekeur. Laatste bosbloemen gaat dus naar John de Leeuw. De mannen vertegenwoordigd in de Spangahoeven feliciteren hun catchdriver en de fokker, de heer Molhoek. John, gefeliciteerd. Dat ging misschien wel makkelijker dan gedacht. Ja, wat een heerlijk paardje. Jij als catchdriver, als ik zeg 4,5 kilometer, zou dat er voor hem kunnen zijn? Ik denk het zeer zeker, ja. Hoop ik dat Bas en de eigenaar het hebben gehoord. Ga maar gauw voorrijden, jongens. Mooie winnaar van koers 8, Arctic Koelhuis, Fred de Zoeterprijs. Ik zie dat u massaal de Alkmaarder drafpiste verlaat. Ik hoop dat u genoten heeft van de geboden sport van vandaag. Voor nu, dank voor uw aanwezigheid. Een fijne voortzetting van deze zondagavond. En nog één applaus voor John de Leeuw en Dinant Convital. Drie favorieten, de paarden 4, 5 en 7. Adelaar, Dylan F. Boko en Dinant Convital. Paarden beginnen aardig duizelig te worden, maar nu gaat de vlag toch omhoog. En naar beneden. Paarden onderweg en een rustige start voor Yokohama S. Die laat zich terugvallen naar de 6e plaats. Vooraan wordt er aardig gas gegeven van huis uit. En is het een moedige ontsnappingspoging van de koploper Bad Boy de Genu. Zeg ik dat goed? Nee, is Lindsay. Natuurlijk met de korte baner Joran Sammer. Op de 2e plaats erachter Bad Boy de Genu. En aan de buitenzijde heeft Van Ooyen snode plannen. Hij brengt zijn Busy Tolité instelling en die mag de leiding overnemen. Busy Tolité moet dat dan nog 3 rondes vol zien te houden. Op de 2e plaats daarachter is het dan de 6, Joran Sammer. Op de 3e plaats Bad Boy de Genu. Dan Dylan F. Boko. En achter Dylan F. Boko volgt Adelaar, die op een lengte wordt gevolgd door Yokohama S. En achter Yokohama S de laatste 2, de paarden die meters moesten geven, maar ze hebben de aansluiting gevonden. En Dinant Convital gaat, althans hopelijk voor Jesse Terborg, met Dino Nieuwpoort zijn ideale gangmaker worden.
Alle paarden achter elkaar betekent dat vooraan Busy Tolité en Patrick van Ooyen het tempo hoog houden. We gaan op weg naar de linkerbocht met een voorsprong van een lengte of twee op Joran Sammer. Achter Joran Sammer hebben we dan het veld in aansluitende vorm. Bad Boy de Genu, maar er komt al gelijk wat reactie. Want Bas Krebas brengt zijn Dylan F. Boko naar het tweede spoor. Achter deze Dylan F. Boko komt Adelaar mee naar voren. Aan de binnenzijde Yoko HMS. Achter Yoko HMS hebben we dan de laatste twee. En dat zijn nogal altijd die Dinant Confital en Dino Nieuwpoort. Nog twee rondes te gaan voor Busy Tolité. Die heeft een voorsprong van een anderhalf twee lengte op Joran Sammer. Aan de buitenzijde meldt zich daar Dylan F. Boko. En achter Dylan F. Boko wordt mooi uit de wind gehouden Adelaar. Aan de binnenzijde loopt ook geen meter te veel. Bad Boy de Genu. En achter Bad Boy de Genu Yoko HMS. Achter Yoko HMS Dinant Confital. En achter Dinant Confital is er aansluiting voor Dino Nieuwpoort. Verandert weinig, maar ik denk wel dat er zo dadelijk wat gaat gebeuren. Daar gaat John de Leeuw. Dinant Confital die gaat als eerste. Jesse Terborg erachteraan met zijn Dino Nieuwpoort. En dan schuift het veld wat ineen. Maar het gebeurt nog altijd achter de rug van de koploper. Want die heeft met Busy Tolité de zaken nog altijd stevig onder controle. Daar komt echter de aanval van Dinant Confital. Nu gaan we voluit. Achter Dinant Confital komt aan de buitenzijde ook mee naar voren Dylan F. Boko. Helemaal aan de buitenzijde komt ook Dino Nieuwpoort. Adelaar daartussendoor. En dat zijn de vijf paarden die op dit moment wat voorsprong hebben genomen op de concurrentie. Door de bocht, zo dadelijk op weg naar de overzijde van de baan, is het een ware stalker, die John de Leeuw. Die pakt daar die Busy Tolité aan. Een galoppade voor Dino Nieuwpoort. Busy Tolité, toch een harde noot om te kraken vandaag. En die probeert nog één keer op karakter die aanval van paard nummer 7, Dinant Confital, te pareren. Maar dat lukte dan net niet. En Dinant Confital, die pakt nu een anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het Busy Tolité, maar mogelijkerwijs zit hier een toch mooi kreeg was succes aan te komen, want aan de buitenzijde meldt zich daar Dylan F. Boko. En waait het veld uiteen, ook komt daar de aanval van Adelaar en binnendoor Bad Boy de Genu. Dat zijn de eerste vijf, maar de overwinning, zou je haast denken, gaat naar Dinant Confital, tenzij Adelaar nog wat gaat ondernemen. Adelaar die komt daar naar voren en gaat naar de tweede plaats, maar het gebeurt ver achter de rug van Dinant Confital, terug in topvorm. Adelaar 2, 3 Dylan F. Boko, 4 wordt de 1 Bad Boy de Genu en 5 de lange leider Busy Tolité.